Waarschijnlijk wisten jullie wel dat deze video eraan zat te komen. In ieder geval als je de video van gisteren hebt gezien, dan wist je het. Want ik heb Bea gekregen uit een doos. Ik heb allemaal gratis doos geopend. En de eerste doos die ik heb gekocht met geld, kreeg ik gewoon Bea. Ziekelijk. Dat was echt super nice. Maar we gaan er dus vandaag mee spelen. Het enige nadeel is wel dat we nu tegen alleen maar andere Bea's moeten. Omdat, ja, iedereen op mijn niveau die 0 trofee heeft, heeft Bea. Dus waarschijnlijk speel ik tegen 10 andere Bea's. Maar dat maakt het eigenlijk ook alleen maar leuk. Want dan kunnen we nog beter kijken wat hij doet en hoe hij goed aanvalt en hoe hij slecht aanvalt. Laat ik eerst maar even gaan kijken wat hij precies allemaal doet qua aanval. Oké, het is eigenlijk vrij simpel. Ze lanceert bijen, wat natuurlijk logisch is, want ze heet Bea. Volgens mij is dat gewoon bijen in het Engels. In ieder geval, dat lanceert ze dus. En haar super doet ze een bijenzwerm, roept ze dan op. Waarmee je waarschijnlijk dan damage doet bij je tegenstander. En wat ik ook heb gezien, is als je één iemand een keertje hit, doet die hit daarna meer damage. Dus we gaan zien of dat ook daadwerkelijk zo is. We gaan er gewoon lekker mee spelen. En ik ben erg benieuwd. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes is super nice. En als dat gaat lukken, vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Maar ik ben benieuwd of ik inderdaad alleen maar tegen Bea's moet. Daar is er inderdaad nog eentje. We kunnen hier eerst even een box openen. Oh, dan moet ik eigenlijk wel deze openen. Oh, we doen echt vies weinig damage nu. Hoe ver kunnen we trouwens schieten? Donders. Dat is ongeveer even lang als wat Piper kan schieten, joh. Dat is echt heel lang. En je hebt dus, net zoals wat Carl ook heeft, maar één lading. Je hebt niet drie ladingen, maar je helaas wel heel snel. Dat is wel een voordeel. Oké, dan hebben we in ieder geval 2 krachtpunten. Oh, ik zie dat er ook iemand trouwens een tik is. Dat is wel ziek, joh, als je nu een andere knokker kan meten. Als de rest allemaal Bea's zijn. Hij heeft zijn special ondertussen al. Kunnen we daar misschien een hit doen? Zou chill zijn. Want ik wil namelijk kijken of ik inderdaad meer damage doe bij een tweede hit. Als ik 2 hits achter elkaar raak. Kunnen we even kijken of die tik kunnen hitten. Ja, oké, ik heb hem daar geraakt. Hier zat ook nog iemand in die bosjes. Oh, die is ondertussen al weg. Ja, die liep naar achteren. Het zou toch zo geniaal zijn als we meteen een victory kunnen halen. Oh, daar zit iemand midden in die doosjes. Is een beetje irritant, want als we hem gaan helpen, dan helpen we alleen maar die doosjes te openen. Oké, maar die heeft al special. Je krijgt trouwens je special al als je 3 keer iemand hebt geraakt. Dus dat is op zich wel nice. Ik wil die boost. Ik wil die boost. Oh, ik heb hem nu bijna gekilled. Deed ik nu extra damage daar? Ik weet het eigenlijk niet. Zou ik hier mijn special? Oh, shit. Dat was niet heel slim. Maar in ieder geval, die special is dus ziek overpowered. Daarmee doe je ook vet voor extra damage. Uiteindelijk zijn we 50 geworden. Maar we krijgen nu wel plus 4 trofeeën. Omdat we natuurlijk gewoon nog 0 trofeeën hebben. Maar ik ga gewoon lekker doorspelen. Ik ben vooral benieuwd hoe goed die special nou daadwerkelijk is. Want dat heb ik nu niet zo goed kunnen zien. En we moeten ook tegen een spike. Lol, dat is helemaal nice. Die heeft dus een spike gekregen. Dus die is sowieso overpowered. Kunnen we hem nog een keer hitten? Ja, check dan. Dus omdat ik nu weer hit, dan doe je veel meer damage. Dus de eerste hit is niet heel hoog. Maar die hit daarna is mega veel hoger. Oh, dat is ziekelijk chill. Nu moeten we trouwens wel uitkijken voor die daar zo. Die BA. We kunnen... Oh, kijk. Dat schiet niet echt op. Ik kan in ieder geval deze even openen. Dan hebben we 2 krachtpunten. En dan gaan we nu weg. Maar dat is dus wel zwaar overpowered. Die eerste hit doe je niet heel veel damage. Maar die tweede hit doe je ziek veel damage. We gaan even kijken of we nu deze hier kunnen killen. Zou chill zijn. Volgens mij heb ik aan 2 hits al voldoende. Wat gaan we doen? Ik kan even kijken of ik hem zo kan hitten. Nee, dat lukt helaas net niet. Maar we kunnen hem in ieder geval openen. Ja, en dan ga ik nu deze pakken. Lekker, lekker, lekker. Oh, dit begint goed. Kijk, en als het goed is, als ik nu raak, doe ik vies veel damage. Ah, ik raakte hem net niet. Dat is dan jammer. Maar als ik hem had geraakt, had ik vies veel damage gedaan. Moet even uitkijken. Kunnen we die nu killen? Het zou mooi zijn. Ja, hij had ze super. En alsnog kill ik hem. Maar ik heb nu mijn special. Ik heb 5 krachtpunten. Nu moeten we even gaan kijken wat die special precies doet. Volgens mij kan je daarmee iemand vertragen. Maar ik moet wel even uitkijken. We kunnen... Zou ik... Oké, even kijken of ik nu een hit kan doen. Ja. Oh, joh. 3000 damage deed ik. Oh, joh. Dat was echt ziek. Oké, ik doe even mijn special. Volgens mij kan ik hem dan wel raken. Ja, lekker. Oh, bijna. Ja, ik heb hem. Oké. Zo, het is een showdown. Oké, ik moet nu even mijn special inzetten. Ah, oh, dat was te laat. Ja, van Daryl ga je natuurlijk niet van dichtbij winnen. Maar die special is super nice. Het schiet dus alle kanten op. Dus de kans dat je iemand raakt is super groot. En dan vervolgens wordt hij gesloten. Waardoor je eigenlijk altijd wel wat damage kan doen. Ik ben Bea nu al een chille knokker. Echt sowieso. Maar we gaan nog even doorspelen. Want ik wil natuurlijk eigenlijk nog deze video ook die victory halen. Maar
Ik ben heel enthousiast. En dan hoop ik dat die nieuwe knokker Max, die andere nieuwe knokker, dat die ook heel chill speelt. En dan gaan we zoveel trofeeën erbij krijgen. Want ik kan hem gewoon lekker pushen naar rank level 20. En dan hebben we gewoon, huppatee, in één keer weer vet veel trofeeën erbij. We kunnen even kijken of we die Piper kunnen killen. Even kijken. Ja, check dat. Die tweede hit. Oh, dit is zo overpowered. Gewoon die tweede hit. Gewoon even Piper killen. Oh, jongens, weer bijna een kill. We kunnen even kijken of we hier een kill kunnen maken. Ah, jammer. Oké, nou, dan heb ik wel mijn special verprutst. Maar maakt ook niet heel veel uit. We kunnen even kijken of we die 8-bit kunnen killen. Zou mooi zijn. Ah, weet je wat? Laat maar. Ik wil hier gewoon even een krachtpunt verzamelen. En dan kunnen we nu kijken of we die 8-bit kunnen killen. Ja, dat was niet heel slim van die 8-bit. Ik moet nu wel uitkijken. Oh, shit. Oh ja, ik wou die krachtpunten. Ik was net iets te gretig voor die krachtpunten. Anders had ik dit wel overleefd. Maar maakt niet uit. Ik zie jullie trouwens zo meteen weer iets verder in het potje. Ik ga nu even geconcentreerd spelen. En dan proberen we die victory te halen. Dus dan zien jullie even het eindgedeelte van het potje. Oké, dit is serieus het eerste potje wat ik sinds net weer speel. Het gaat echt supergoed. Hoppatee, hebben we weer een kill. Want je weet gewoon, als je twee hits achter elkaar kan doen, dat je superveel damage doet. We hebben nu 6 krachtpunten. En we staan er echt super voor. Ik wil eigenlijk die M's wel even killen. Het valt me trouwens mee met hoeveel nieuwe knokkers er zijn. Oh, check dat dan. Gewoon weer superveel damage gedaan. Dan moet ik wel even uitkijken. Als ik nu raak, dan heb ik hem gekillt. Oké, dat helaas net niet. Kunnen we even mijn special inzetten? Oh, jammer. Dat was misschien niet heel handig. Ik ga hier eventjes weg. Hij gaat sowieso die super pakken. En dan wil ik niet dat hij achter mij aan gaat. Dat doet hij wel. Dan kunnen we hem misschien wel killen. Oh, kijk eens. Oké, nu ben ik trouwens wel geflukt. Ja, oké. Ah, zijn we weer tweede geworden. Ik wou eigenlijk een victory laten zien. Helaas net niet. Maar, oh, wat speelt die chill. We zijn nu al wel meteen rank level 3. We gaan lekker door. Ik wil een victory halen in deze video. Daar gaan we gewoon voor strijden. Ik blijf gewoon door het strijden. Nou, nieuw potje. Dit gaat wel lekker tot nu toe. Ik ben nu ook geboost. Ik zal niet mijn special inzetten. Zou zonde zijn. Want ik kon hem zo ook prima killen. Dan zijn we nu nog met z'n drie over. Misschien dat het nu gaat lukken, een victory. Er zit nog een Ems. Die kunnen we misschien nu killen. Oh, nee, net niet. Even mijn special. Oh, die gaat net de andere kant op. Dat is jammer. Oké. Oh, no. Ik had die andere gekild. Dan hebben we toch nog een victory. La. Lekker hoor. Mijn eerste victory met Bea. En we gaan zo hard omhoog op deze manier. Dan heb ik nu alweer 38 trofeeën erbij. En normaal ben ik daar echt lang mee bezig. Maar nu, omdat dit een nieuwe knokker is, gaat het super makkelijk. En dan gaan we ook knijterhard in de ranglijst. Hoeveel sta ik nu? Ik sta nu 169ste. Dat valt op zich mee. Ik heb dit seizoen hoger gestaan. Maar het gaat zoveel makkelijker dan met die knokkers die ik al vet hoog level heb. Oh, dit is zo chill. Maar ik weet niet zeker dus of ik echt ga eindigen in de top 200. Want dat is wel vrij lastig. Want met kerst en zo en met oud en nieuw heb ik het redelijk druk. Het is niet dat ik dagen vrij ben. Ik moet gewoon ook werken. En ondertussen, ja, werken, daar bedoel ik YouTube video's mee maken. Maar dat kost al heel veel tijd. Want heel veel van jullie denken, oh, het is gewoon alleen maar spelen. Maar het spelen is het minste van de tijd. Ik ben veel langer bezig met monteren en thumbnails maken, ideeën verzinnen, laat het maar, ja, dat soort dingen, zeg maar. Maar we gaan nu in ieder geval nog even één laatste potje spelen. En het zou trouwens wel heel nice zijn als het me wel gaat lukken, hoor, in de top 200 eindigen. Ik ga sowieso mijn best doen, maar mocht het niet lukken, dan weten jullie een beetje waarom dat komt. Daar is een Mortus. Die kunnen we misschien hitten. Ja. Oh, jammer, niet nog een hit. Dat zou echt heel nice zijn geweest. Trouwens, Bea is trouwens sowieso niet heel goed tegen Mortus. Ik denk dat Mortus echt heel gevaarlijk is tegen Bea. Dus ik moet wel echt uitkijken voor Mortus. En die wordt ondertussen daar ook geboost. Oh, maar die Spike heeft hem gekillt. Lol, ik kan hier trouwens een beetje achter schuilen. Oh, nice. Hij heeft gewoon helemaal geen één hit kunnen doen. En dat betekent dat ik mooi deze 3 krachtpunten kan pakken. Dankjewel, Spike. En ik heb hem nog eens ook nog. Ideaal. Die Ems is bijna dood. We kunnen even kijken of we hem kunnen hitten. Oh, hij zit nu daar. Oké, nee, dat gaat niet lukken. Maar het zou wel heel baas zijn als we het laatste potje dan ook nog een victory kunnen halen. Ik vind Bea echt een van de chillste knokkers waar ik ooit mee heb gespeeld. Dat is sowieso een feit. Nu moet ik trouwens wel uitkijken. Ik wil even wat HP erbij. Oh shit, die Ems die zit misschien ook nog achter me aan. Ik zal hier even achter gaan schuilen. Wat gaan we doen? Oké, wil je het duel aangaan? Dan is de kans voor... Oh, wat? Oh, shit. Dat was dom. Hij was net niet derde. Oké, dan zijn we uiteindelijk derde geworden. En lol, die Ems of die andere knokkers hadden elkaar doodgemaakt. Nou ja, maakt in principe niet heel veel uit. We zijn nu rank 5 en op zich is dat dan best wel nice. Maar dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet massaal dat duimpje omhoog achter te laten voor de nieuwe knokker. En morgen komt er denk ik ook een video online waarin ik de 17.000 trofeeën ga halen. Want dat hebben we ook al bijna. Zit ik nu op een record?
Of nog net niet. Nee, ik zit nog net niet op mijn record. Dat is 16.975. Maar dat gaan we wel inhalen vandaag. En dan gaan we richting die 17.000. Maar dan was dit het echt. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!